je tuin omtoveren tot vlinderparadijs is nog best een klus. Hier in mijn vlindertuin, Not in Mokum, kan ik je uitleggen hoe ik dat doe. Vlinders en vooral rupsen zijn super kieskeurig, maar je kan goed rekening met ze houden. Of dat nou in je tuin is of op je balkon. Wil je alles leren over vlinders en wat je voor ze kan doen? Of je bekijkt dan al mijn afleveringen, of je komt lekker een keer een cursus volgen in de vlindertuin. Het is aan jou. Zo, we zijn weer terug in de vlindertuin. Je ziet om je heen, het is behoorlijk herfstig. En dat is eigenlijk een super belangrijke periode voor vlinders. Want de vlinders van dit jaar willen we volgend jaar ook nog zien. En dus wordt er overwinterd. En voor elk van die soorten vlinders is dat in een ander stadium en op een andere plek. Dus leek mij handig om een aantal van die belangrijke of veel voorkomende soorten langs te lopen. En te kijken waar die overwinteren in deze tuin. Oké, laten we beginnen met een aantal soorten die hier niet overwinteren, maar die onze hulp wel een beetje kunnen gebruiken. Namelijk de soorten die gaan migreren, oftewel die gaan naar het zuiden trekken. Dus bijvoorbeeld distelvlinder, Atalanta, luzernevlinders en bijvoorbeeld een aantal nachtvlinders die vliegen richting het zuiden. Dus bijvoorbeeld naar het Middellandzeegebied, later zelfs nog verder. En nou, die kunnen we best wel helpen. Ze moeten namelijk wat reserves opbouwen. Dat geldt eigenlijk voor elke vlinder die het overwinterstadium ingaat. Dus er moet tot laat in het najaar moet er veel nectar te halen zijn. En een voorbeeld van zo'n plant is, nou, we kennen hem vaak wel, want het gonst vaak van de beestjes als deze in bloei staat. Dus de struikklimop, als die in bloei staat, dan zit het bezaaid met bijen, met wespen en dus ook vlinders. Andere soorten die laat in bloei staan zijn bijvoorbeeld het duifkruid. De beemdkran staat ook nog laat in bloei in bijvoorbeeld de herfstasters. Probeer het zoveel inheems te zoeken als mogelijk, want daar hebben ze toch echt wel een neiging toe om die vaker te gaan bezoeken. Ja, en vanaf nu wordt het dus een beetje chaotisch, want wat ik al aangaf, elke vlinder overwintert in een ander stadium en op een andere plek. Dus ik denk dat het handigst is als ik een aantal plekken uit deze tuin laat zien, uitleg voor welke vlinders dat dan handig is. En in welk stadium dat is en waarom die plek zo geschikt is. Nou, je ziet het al, bordje erbij. Hier kan een vlinder overwinteren. Dus het hele plekje heb ik ingericht voor het overwinteren van een aantal vlinders. En specifiek de vlinders die als vlinder zijn, zijn de overwinteren. Dus in het vlinderstadium overwinteren. En wat je ziet is een stapel van een beetje ruw opgestapeld dood hout. Er staan heel veel planten omheen die in het najaar nog in bloei staan, dus daarachter herfstasters. Hier staat die struikklimop weer. En dat is specifiek goed voor vlinders als bijvoorbeeld de dagpaoog. Kijken waar ik hem heb. De dagpaoog, die. En bijvoorbeeld de kleine vos. Die zullen de neiging hebben om, als het kouder wordt, dus laten ze nectar daar. Wordt het kouder, dan zullen ze of dus in een holle boomstam blijven overwinteren. Dat gebeurt ook in oude schuurtjes of bijvoorbeeld op zolders. Maar ze zullen, in dit geval zullen ze in het hout gaan overwinteren. En dan zullen ze gewoon de hele winter hangen tot het weer warm wordt en dan zullen ze weer uitvliegen. Andere vlinders die vinden deze plek ook wel fijn en specifiek om die groenblijvende struiken. Dus je hebt bijvoorbeeld de gehakkelde Aurelia en bijvoorbeeld de citroenvlinders. Dat zijn deze. Die zullen eigenlijk groenblijvende struiken zoeken om eigenlijk onder een blad te blijven hangen, hele winter lang. En dat is de manier waar zij gaan overwinteren. En het is ook belangrijk om dit soort struiken niet te gaan snoeien in de winter, want dan hangen die beesten gewoon in. Dus belangrijk voor zo'n plek als dit is doodhout voor een aantal vlinders om te overwinteren, groenblijvende struiken en genoeg nectar. In het late najaar. Ja, even kort de bewijsstukken. Als je goed kijkt zie je hier een vlinder. Dichtgevouwen vleugeltjes. Dat is een dagpaoog. Hangt waarschijnlijk een stuk natter dan die zou willen. Maar zo gebeurt het dus in oude schuurtjes. En dit is dus niet in de vlindertuin, helaas. 20 meter ervan af ongeveer. Maar zo hangt hij de hele winter bij. En in het voorjaar zal hij weer uitvliegen. Dan gaat hij weer door het gaatje waar hij naar binnen kwam. En voor mensen die dat boeiend vinden om te weten. Dit gaatje is georiënteerd op het zuidwesten. Dus hier schijnt de laatste zon nog op. Aan het einde van de dag en hier piept hij dus naar binnen op het moment dat het koud wordt.
Ja, en al woon je dus iets groener, of je ziet bijvoorbeeld vlinders als de dikkopjes, dat zijn deze, of de zandoogjes, dan doet je grasland er dus toe, want daar staan al die waardplanten in waar die rupsjes van eten. En dit zijn ook vlinders die overwinteren of in het rupstadium of in het popstadium. En dat gebeurt dus allemaal hier. De hele winter lang, die blijven gewoon wachten totdat ze in hun ene generatie per jaar, in juli is dat, dan vliegen ze uit. Wat betekent dat je de rest van de tijd dus eigenlijk niet kan maaien. Wat ik hier doe is fasegewijs, dus 60% blijft overstaan een jaar lang. En er wordt dus wel een beetje gemaaid, wat goed is voor andere vlinders, daar kom ik zo op terug. Maar over het algemeen staat hier gewoon in de winter lekker de tijd stil en blijf je van 60% van het gras blijf je af en het laat je lekker groeien en daarin wordt overwinterd. Ja, en als ik het heb over andere soorten die ook op het grasland voorkomen, dan doel ik bijvoorbeeld op het bruine blauwtje. Die heb je bijvoorbeeld hier, bruine blauwtje. Of het Icarus blauwtje. Of bijvoorbeeld de kleine vuurvlinder. Kijken of ik die zo snel kan vinden. Ja, hier, de kleine vuurvlinder. Dat zijn soorten die daar ook wel voorkomen. En voor die is dat gefaseerde maaibeleid juist goed. Maar specifiek voor deze soorten kan je natuurlijk ook gewoon planten aanplanten. Want deze kleinere soorten vlindertjes overwinteren allemaal als rups zijnde of als pop zijnde onder de waardplant. En de waardplant voor de vuurvlinder, dat zijn de zuringsoorten. Bijvoorbeeld de ridderzuring of bijvoorbeeld de schapenzuring. Voor de Icarusblauwtjes, dan heb je veel aan klaver. Nou, met goed maaibeleid heb je dat dus ook in de grasweides. Maar klaver kan je ook zorgen dat het gewoon in je eigen gazon voorkomt. Of je gaat het daadwerkelijk aanplanten, dat kan ook. En voor de bruine blauwtjes, is dat de ooievaarsbek. Nou, misschien nog even leuk om met het wintergeveltuintje nog een aantal vlindersoorten uit te lichten. Wat die in de winter uitspoken. Om te beginnen heb ik bijvoorbeeld deze koolsoort. Nou, die is natuurlijk voor de koolwitjes. Dus je hebt bijvoorbeeld andere kruisbloemigen. Die zijn er ook goed voor. Dus bijvoorbeeld de Judaspenning, de damastbloem. Maar dus ook deze palmkool. Daar leven de koolwitjes op als rups. De laatste generatie in het jaar die zou gaan eten, wordt het kouder, dan gaan ze verpoppen. Soms op de plant, maar meestal kruipen ze weg, hoog en droog, ergens anders. Dus dan weet je, als je een van die kruisbloemigen in de tuin hebt en je hebt rupsen gehad, dus verraad, dan weet je dat je wat voorzichtiger moet zijn in de buurt, want er zou een pop in de buurt kunnen hangen de hele winter lang. Wat je verder nog meer ziet is hier de brandnetel. Nou, ik heb voor de meeste Aurelia's heb ik al uitgelegd in het begin van nou, die overwinteren als vlinder zijnde. Er is er echter één, het landkaartje, die overwintert als pop onder de waardplant. Dus dat is belangrijk, al wil je die brandnetel gaan inperken en je hebt landkaartjes gezien. Ja, dan moet je misschien wat voorzichtiger zijn met het kort halen ervan of het misschien op een ander moment doen. Wat je ook nog ziet is daar verderop het walstro. Nou, dat is misschien wel goed om mee te illustreren dat al mijn grond hier in al mijn tuin is bedekt. Dus met een onderbegroeing. Vaak zijn het ook waardplanten, staan ze in bloei op een bepaald moment. Maar wat ik wil is dat er in de winter een strooisellaag is. En dat beestjes kunnen wegkruipen om te overwinteren. En specifiek voor de nachtvlinders is dat heel erg handig. Want die poppen allemaal onder de grond of dus in die strooisellaag. En dat voorkomt dus dat je niet hoeft te gaan schoffelen. Want sommige van die, zeker grotere nachtvlinders, die blijven wel een jaar over liggen. Ja, en dan als je dan gaat schoffelen, dikke kans dat je die gewoon ondersteboven helpt. Dus zorg gewoon dat je een onderbegroeiing hebt. Dan hoef je gewoon lekker niet te schoffelen. Ja, dus eigenlijk kan je een heleboel tegelijkertijd doen. Wat hebben we nodig voor het overwinteren van vlinders? We hebben tot laat in het najaar nectar nodig, waar ze kunnen snoepen. We hebben doodhout nodig, houtstapeltjes, struwelen waar ze tussen kunnen als vlinder zijnde. Er zijn bepaalde vlinders die overwinteren dus in grassen. Belangrijk om dat niet te maaien. Of bijvoorbeeld in groenblijvende struiken. Dus die gaan we dus ook niet snoeien. En voor de rest is het dus heel erg handig om planten met rust te laten. Te zorgen dat er een strooisellaag
is waar ze kunnen overwinteren, of in het popstadium of in het drupstadium. Ja, en dan slaat ze gewoon lekker niet schoffelen, want daar profiteren al die nachtvlinders van. Ik hoop dat je er wat aan had. Als je vragen hebt, lekker stellen, dan probeer ik ze te beantwoorden en ik zie je de volgende. Joep!